VVSB thuis tegen IJsselmeervogels. Dat zijn de twee clubs die ooit als amateurclub de halve finale van het bekertoernooi haalden. En het begin is er voor VVSB. Prachtige kopbal op de lat. Fout achterin vervolgens bij IJsselmeervogels. De nummer 2 in de tweede divisie. Maar VVSB doet het goed en komt een voorsprong. Prima doelpunt van Frans van Niel. Verdiende voorsprong vlak voor rust voor VVSB. Heel beheerst onder doelman Schaap doorgeschoven. En VVSB eindigt de eerste helft goed. Ze beginnen de tweede helft ook goed. Meteen een mooie aanval en meteen een mooi schot. Ook prachtige treffer van El Osrouti. Schaap kan er nog net aankomen, maar kan hem niet uit zijn doel houden. Heerlijk geraakt. En een zeer fraaie treffer. Direct na rust dus de 2-0 voorsprong. En hier volgt direct rood voor Moro. Nog binnen het uur. Wat een dramawedstrijd is dit opeens voor IJsselmeervogels aan het worden. De nummer 2 op achterstand en met een man minder. Het lijkt allemaal wel gespeeld. Er wordt wat gewisseld. En er wordt gescoord. De man net in de ploeg gebracht. Robert Olijveld kwam voor Barry Powell. Brengt zomaar IJsselmeervogels terug in de wedstrijd. Het is 2-1. En uiteraard gaan ze dan drukken. Hopen ze op nog meer. Hopen ze op de 2-2. En die valt ook nog. Met een man minder. IJsselmeervogels terug van een 2-0 achterstand. Ze pakken een punt bij VVSB. En dat is gezien de omstandigheden een zeer knap resultaat.